150 jaar spoorwegen in Nederland. De NOS viert dat jubileum met een rechtstreekse televisieuitzending van 5,5 uur. Vanuit de huiskamer reist u in sneltreinvaart door Nederland. Met een tot studio omgebouwde Intercity en in de nieuwste Franse TGV Atlantique. 150 jaar spoorwegen. Zaterdag 1 juli van 9:30 tot 3:00 op Nederland 3. Wednesday's child is full of woe. Thursday's child is dressed.
you smile. You will find no peace of mind until your Sunday style. Sunday style. Oh yeah. Sunday style. Oh yeah. Every day of the week, every month of the year, while time is still on your side, take the love that is here. Take the chance, I catch your sudden eyes. One glance, I realize I have no words. But if you'd listen to me, if you'd listen to me, if you'd listen, you would hear me fencing with the windmills of my deepest fears, jousting with the summer. If I'd listen to you, if I'd listen.
graag 30 meter magazijnstelling, 200 stapelbakken, 3 winkels. Jullie willen het zeker snel hebben. 2 rollenbanen, 8 kantine. Dat wil ik zien. 32 stoelen, 3 bureaus. Tafels, kasten, ladders, stoelen, stapelbakken. Het lijkt de Overtoom wel. Alleen Overtoom levert razendsnel 30.000 artikelen voor bedrijven en kantoren. Hello. Good to see you bij Beek en Kloppenburg. Dierentuin en planetarium. Biotex introduceert iets nieuws. Biotex Vloeibaar. Het biologische inweek- en handwasmiddel. Tijdens het inweken doet Biotex het vuile werk voor u. Daar heeft u geen omkijken naar. Ook de handwasjes tussendoor worden snel en makkelijk schoon. Biotex Vloeibaar. Vuil en vlekken vlug en veilig weg. Goedemiddag. De Chinese partijleider Zhao Ziyang is van al zijn functies ontheven en vervangen door Jiang Zemin, partijchef van Shanghai en een man van de harde lijn. Het Centraal Comité van de Chinese Communistische Partij heeft daartoe besloten. In een verklaring krijgt Zhao de politieke schuld van de recente onrust. Maar hij wordt niet aangeduid als een misdadiger, zoals de studenten die het plein van de Hemelse Vrede bezet hielden en voor wie Zhao Ziyang sympathie had. De zitting van het Centraal Comité was het belangrijkste onderwerp in het Chinese avondjournaal. Daarin was ook de nieuwe partijleider te zien, Jiang Zemin. Behalve Zhao is nog een hervormingsgezind lid van het politbureau aan de kant gezet. Bovendien is het aantal leden uitgebreid van 5 naar 6. In een verklaring over Zhao zegt het Centraal Comité dat hij ook verdiensten heeft gehad voor China. Bijvoorbeeld zijn economische hervormingspolitiek. Maar kennelijk is hij daarbij van het rechte pad geraakt, aldus een verklaring. De benoeming van Jiang Zemin komt als een verrassing. Algemeen was aangenomen dat de chef van de geheime dienst, Chao Qi, de nieuwe partijchef zal worden. De politieke val van Zhao Ziyang werd al een paar weken verwacht, maar mededelingen daarover bleven tot nu toe uit, omdat het Centrale Comité nog geen officieel besluit had genomen. Zhao Ziyang werd het laatst gezien op 19 mei, toen hij met tranen in de ogen de demonstrerende studenten toesprak op het plein van de Hemelse Vrede. Het was een steunbetuiging aan de studenten, die de partij hem niet in dank afnam. Tot dan toe was Zhao de gedoodverfde opvolger van China's sterke man Deng Xiaoping. Maar na die toespraak doken al snel de eerste geruchten over Zhao's val op. Zo was het bijvoorbeeld niet Zhao, maar zijn rivaal Li Peng die de staat van beleg uitriep. Maar dat de partijleider van Shanghai, Jiang Zemin, hem zou opvolgen is toch een verrassing.
Yang staat bekend als een steile technocraat en een trouwe aanhanger van Deng. De tweede Van Brienenoordbrug is compleet. De plaatsing van het grootste beweegbare brugdeel ter wereld is gelukt. Het karwei was zelfs een uur eerder klaar dan gepland. In alle vroegte vanmorgen om 4:30 was het zover. De grootste basculebrug ter wereld werd op zijn plaats gebracht met 3 drijvende bokken. 3 uur lang hing het reusachtige gevaarte boven water. Experts zagen met spanning uit naar dit moment, millimeterwerk. Om 6 uur lag het brugdeel op de juiste hoogte en een paar uur later was het karwei geklaard. Ondanks het vroege uur hebben enkele honderden belangstellenden de gebeurtenissen op grote afstand gevolgd. De hele omgeving was afgezet, uit vrees voor het knappen van ankerkabels. Van een verkeerschaos is geen sprake geweest. Automobilisten hebben massaal gevolg gegeven aan de oproep Rotterdam zoveel mogelijk te mijden. Rond het middaguur waren de wegen weer vrij voor alle verkeer. Premier Lubbers heeft zich in 5 jaar precies 5 keer bemoeid met de Kuwait-affaire. Het gaat om de ruzie tussen Hollandia Kloos en de luchtvaartmaatschappij van Kuwait over de bouw van een hangar. Lubbers is groot aandeelhouder bij Hollandia Kloos, zonder daar overigens iets te zeggen te hebben. De ministers Van den Broek van Buitenlandse Zaken en Rudding van Financiën hebben de Tweede Kamer vandaag ingelicht over deze affaire. De Kamer wil duidelijkheid over de wijze waarop Lubbers heeft geopereerd. De afgelopen dagen is de suggestie gewekt dat Lubbers zich zou hebben laten leiden door zijn belang in Hollandia Kloos. Lubbers sprak voor het eerst over de onenigheid met Kuwait bij een bezoek in 1984, maar dat was op initiatief van de premier van Kuwait. Omdat Kuwait daarna alleen maar tegenwerking bood, werd Lubbers nog een aantal malen ingeschakeld. Maar, stellen Van den Broek en Rudding, dat was steeds in overleg met hen. De staat is bij deze zaak betrokken omdat Hollandia Kloos zich verzekerd had bij de Nederlandse kredietverzekeringsmaatschappij. De ministers vinden het terecht dat de betrekkingen met Kuwait nu op een laag pitje staan. De Tweede Kamer debatteert volgende week over deze zaak. De VVD sluit vandaag het tweedaagse congres af waarop het verkiezingsprogramma is opgesteld. Toekomstige lijsttrekker Voorhoeven, die staande ovaties kreeg, schilderde zijn ideeën over een CDA-PvdA-kabinet. Als dat CDA-programma met de Partij van de Arbeid wordt uitgevoerd, zal, zo is mijn vrees, het herstel van de economie weer ongedaan worden gemaakt. Na een paar jaar van PvdA-potverteren mag de VVD dan met een weer tot inkeer gekomen CDA de rekening gaan betalen. Partij van de Arbeidleider Wim Kok is tegen het plan van partijgenoten om in een kabinet met Partij van de Arbeid de uitgaven voor defensie met een vast percentage te verlagen. Kok sprak op een partijbijeenkomst in Amsterdam die verder vooral over organisatorische en financiële zaken ging. Hij zette zich af tegen het idee om in de komende kabinetsperiode in elk geval 5% op de defensiebegroting te bezuinigen. Wat dat betreft waar ik sta. Geen cijfer, geen cijfer. Als het om bezuinigingen op defensie gaat, is mij eigenlijk hoog genoeg. Maar het internationaal overleg en de resultaten daarvan zijn altijd mede bepalend voor de werkelijke uitkomst. En dat was een schot voor de boeg voor het grote partijcongres in juli. Veel PvdA'ers willen dat de partij zich radicaler opstelt om GroenLinks de wind uit de zeilen te nemen. Ter afsluiting van het William & Mary jaar is nog 1 activiteit op het water. Vanwege 300 jaar Engels-Nederlandse vriendschap wordt in dit William & Mary jaar een flotille tourwedstrijd gehouden van Hellevoetsluis naar Londen. Minister Brinkman van het ministerie van WVC gaf er het startschot voor. Behalve het grote zeilschip de Brabander doen er nog 100 andere zeilschepen mee. Zowel moderne als meer traditionele schepen. De hele vloot vaart onder meer via Middelburg en enkele andere plaatsen naar Londen. Daar zijn donderdag een aantal activiteiten op de rivier de Theems. Commotie in België. Op het allerlaatste moment zijn plannen om de Belgische minister van Justitie, Wattelet, te ontvoeren, verijdeld. En 15 mensen zouden zijn gearresteerd. Afgaande op tips deed de politie invallen in een paar cafés in de Rosse buurt van Brussel. Hier zouden de plannen zijn beraamd.
15 mannen zouden dus zijn gearresteerd. Ook werden vuurwapens in beslag genomen. Watelet zou ontvoerd worden om hem te ruilen tegen een man die vastzit in verband met de ontvoering van Van den Boeynants. De woning van Watelet staat nu onder strenge bewaking. In Suriname zijn gisteravond, 8 uur Nederlandse tijd, de niet geïdentificeerde slachtoffers van de vliegramp begraven. Het ging om 8 mensen van wie de identiteit niet kon worden vastgesteld. 7 mensen met de Nederlandse nationaliteit en de Britse co-piloot. De plechtigheid begon met een rouwdienst bij een openbare begraafplaats in Paramaribo. Behalve familieleden waren aanwezig de Surinaamse legerleider Bouterse, president Shankar en vicepresident Aron. Ook de Nederlandse ambassadeur Hoekman was er. De 8 kisten hebben een nummer, een identificatieplaatje. Als er dan nieuwe gegevens over de slachtoffers worden gevonden, kunnen ze opnieuw worden begraven. Na de dienst werden de 8 kisten dansend naar de begraafplaats gedragen. De dans is een Creoolse manier van rouw. Bij de graven werd ook een monument onthuld ter nagedachtenis van alle slachtoffers van de vliegramp van 7 juni, die aan 175 mensen het leven kostte. Hun namen staan op het monument dat 2 vliegtuigmotoren op een pilaar laat zien. Op het terrein van het tehuis voor oud-militairen Bronbeek in Arnhem is een monument onthuld ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Birma-spoorweg. Ruim 2000 belangstellenden op Bronbeek met prins Bernhard als eregast. Voor hem vormden de gepensioneerde bewoners een erewacht. In het museum van Bronbeek hangen verschillende foto's en tekeningen die herinneren aan de hel van Birma. Aan de spoorlijn die de Japanse bezetters in 1942 en 1943 door geallieerde krijgsgevangenen lieten aanleggen dwars door het oerwoud van Birma en Thailand. De krijgsgevangenen wisten het werk veelvuldig te saboteren, maar de tol was hoog. Wat zich in de hel van het tropisch oerwoud tussen Thamyosayat in Burma en Nompla Duk in Thailand heeft afgespeeld, dat is iets dat vonden wij, en dan zullen iedereen er wel mee zijn, dat mocht nooit in de vergetelheid geraken. Daarop onthulde de prins het monument, voorstellende de 3 pagoden. Veel reunisten zullen ze nooit vergeten. Die 3 Birmaanse tempels die ze destijds zagen langs de dodenlijn. Nou, het weer nog tot slot. Morgen is het overwegend zonnig. Maar vooral in het noorden zijn er ook enkele wolkenvelden. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het journaal van 5:30. Goedemiddag. Eet jij je bord nou maar leeg? Bijna op. Dan mag je je Danoontje hebben. Danoontje. Lekker vol proteïne, calcium en vitamine. En daar groeien kinderen van. En nu het paard, man. Ja, goed idee. Schaakmat. Dat is niet waar. Haha. Danoontje. Daar groeien kinderen van. Even vloeibaar wasmiddel halen. Ongelooflijk, wat zijn dat er veel. Gelukkig is er maar 1 Fleuriel vloeibaar, zacht voor kleur. Met handig doseersysteem voor de machinewas. Oh. Zo, die hebben we niet meer nodig. Maar, die wel. Fleuriel vloeibaar, zacht voor kleur. Steven, bouwers met een koninklijke traditie. Wat een schok, Chocobons. Wow, wow, wow. Wat een schok, oh la la. Oh la la, Chocobons. Pankanox, choco, chocola, koude melk, oh la la. Wat
chocolademelk. Oh la la. Wat een schok. Chocopops. Gepofte rijst met chocola. Chocopops van Kellogg. Wow, wow. Een nieuwe shampoo. Puur en zacht. Timotei extra mild. Op basis van de mildste lentekruiden. Zodat je zelfs het fijnste haar zo vaak kunt wassen als je wilt. Timotei extra mild. Een nieuwe Timotei naast de bekende. De trotse Bosneger voelt zich steeds afhankelijker worden. Het westerse model, waar de voorouders destijds van wegvluchten, is in technisch en economisch opzicht een niet te stuiten gegeven, waar de Marrons, zoals voor veel derde wereldvolkeren, wel consument van mogen zijn, maar niet aan mogen participeren. Gramma Abokorny is de woordvoerder van dit probleem. Hij getuigt steeds weer van de noden van de boslandbewoners. De Apinti-trommel klinkt en wordt zo geslagen dat iedereen weet dat de Grand Man een vergadering, een kroetoe, gaat houden. Inmiddels is dit legendarische opperhoofd overleden. Als eerbewijs ziet u vanavond om 11:04 een filmverslag uit 1980 van een door hem geleide vergadering. En morgenmiddag om 12:45 een film over zijn begrafenis, diep in het oerwoud van Suriname. Hallo allemaal, jullie weten dat oma al heel oud is en het lijkt wel of ze niet meer zo goed kan horen. Maar of dat nou echt zo is? Sesamstraat, Sesamstraat, Sesamstraat. Het is al begonnen hoor, ik zou wel een beetje opschieten. Laat je speelgoed staan, schuif gezellig aan voor Sesamstraat. Voor Sesamstraat. Oma, wilt u even helpen met tafel dekken? Wat zeg je, kind? Of wie even de tafel wil dekken? Wekken? Ja, dat is goed. Wek me maar als het eten klaar is. Dan ga ik nou even een dutje doen. Nee, oma. Cindy vraagt of u de tafel wilt dekken. Ja, ik heb het wel verstaan. Je mag me wekken als het eten op tafel staat. Nou goed. Dan helpt u straks maar een handje met afwassen. Mijn handen wassen? Ja, natuurlijk heb ik mijn handen gewassen. Ik was mijn handen altijd voordat ik ga eten. Wij zeiden vroeger altijd plassen, handen wassen en aan tafel. Oh, dat zegt Paula ook wel eens. Maar afwassen is toch iets anders dan... Innie, laat maar hoor. Ik denk dat oma een beetje doof is. Oh, ja? Ze is ook al heel oud. Ja, en dat gebeurt wel als mensen heel oud worden, dat ze dan dat hun gehoor achteruit gaat. Ja, daar kunnen ze echt niks aan doen, moet je weten. Nee. Eten? Wat eten we? Nee, oma, dat zei ze niet. We eten gekookte aardappeltjes met spruitjes. Lekker, hè? Wat? Gerookte aardbeien met uitjes? Wat een rare combinatie. Dat heb ik nog nooit gegeten. Dat is zeker die moderne keuken van tegenwoordig. Nee, oma, geen aardbeien. Aardappels. Die gekke oma. Oma, dat is waar ook. We hebben inderdaad aardbeien toe. Maar ik ben ze helemaal vergeten op te halen. Oh, nou, lekker. Ik haal ze gauw eventjes uit de kelder, hè? Ja. Zeg oma, volgens mij ben jij helemaal niet een beetje doof, want anders kun je altijd heel goed horen. Ja, maar dat hoeft zij toch niet te weten? Dan moet ik alles doen, tafel dekken, afwassen, nou daar heb ik helemaal geen zin in.
Goh, wat handig als je oud bent, zeg. Ja. Maar dat van die gerookte aardbeien met uitjes, dat vond ik een goeie, zeg. Ja, ja, dat vond ik zelf ook wel, ja, hoor. Nou, het is helemaal niet zo makkelijk om net te doen of je doof bent. Ik heb heel goed geoefend. Lekker, aardbeien toe, daar hou ik van. Spruitjes, daar hou ik niet zo van. Oh, en weet je wat pas vies is? Nee. Andijvie. Wat zeg je daar, lelijke muis? Andijvie? Nee, andijvie. Ik dacht dat je mij wou uitschelden. Oma, zou u soms vast al aardbeien willen? Oh ja, geef maar hier, dat vind ik lekker. Oh, u wilt de aardappelen schillen? Ha, wat fijn. Zo, kijk eens hier. Nee, zie, dat zei je niet. Je vroeg of ik aardbeien wou hebben. Oh, maar dat hebt u dan vast niet goed gehoord, hoor. Nee, ik vroeg of je de aardappels wilde schillen. Nou, geef niet, hoor. Toch wel lastig als je een beetje doof bent, hè? Jou krijg ik nog wel. Ik kan het niet uitstaan als ze slimmer zijn dan ik. Ik kom hier ook nooit meer eten. Je moet hier alles zelf doen. Oh, zal ik even helpen, oma? Wel, wel, wie kan dat nu weer zijn? Ja? Goedendag, meneer Kikker. Ik ben van de Hoepla Verkoopmaatschappij. Mag ik een ogenblikje van uw tijd? Grover, vertel me nu niet dat jij een huis-aan-huisverkoper bent. Nee, dat zal ik niet. Goed. Ik ben het. En ik moet mezelf toch in leven houden, nietwaar? Dank u, zeer beleefd. Ja? Oh, wat heeft u een aardige kamer hier, zeg. Grover. Prachtig. Grover, wat verkoop je? Oh, fijn. Ben blij dat u het vraagt, meneer. Mm-hmm. Ik heb een grote genoegen u aan te bieden. Een zeer fijn en chic stel oorwarmers. Oh, oh nee. Oh, nee, die wil ik niet. Oh, maar... Kermit, het zijn erge mooie oorwarmers. Voor mijn part zijn ze mooi, maar ik wil ze niet. Maar Kermit, wat? Zou je dan toch niet iets van me willen kopen? Oh, Grover, mijn vriend, ik wil zeker iets van je kopen, maar geen oorwarmers! Maar het...